Mijn volgende gast is Alison Sonto-Wingolo. Ze is van de organisatie OTNV. Zij organiseren op zaterdag 26 oktober een Global Youth Initiatives Workshop met als thema Sometimes You Win, Sometimes You Learn. Heel mooi thema, want soms zegt men Sometimes You Win, Sometimes You Lose. En de boodschap die ik hieruit haal is dat je nooit verliest. Nee. Klopt, hè? Jawel. Welkom, mevrouw Sonto-Wingolo. Vertel ons een beetje over jullie organisatie. Wie zijn jullie? Nou, OTNV is een organisatie die zich inzet om andere bedrijven bij te staan tijdens grote en kleine veranderingen. En wij doen dit met behulp van onze licenties, trainingen, coachingprogramma's en seminaren die we allemaal hebben. Oké. Okay. Het is onderdeel, heb ik begrepen, van John Maxwell. John Maxwell, ja. Ja, vertel ons daar wat meer over. Zoals u daarnet heeft gezegd, gaat deze training over een workshop genaamd Sometimes You Win, Sometimes You Learn. En het is een initiatief van de Global Youth Initiative. En het is een officiële John Maxwell Team programma dat wereldwijd wordt uitgevoerd door John Maxwell Team members. En dit initiatief wil in de maand oktober 500.000 jongeren wereldwijd trainen. Oké. Okay. Jawel. En hoe lang zijn jullie in Suriname al bezig? Onze organisatie is een vrij nieuw bedrijf, maar het bestaat uit 4 consulting ondernemingen die al samen meer dan 50 jaar ervaring hebben in het bedrijfsleven. Goed, vertel ons over deze workshop zelf. Voor wie is het allemaal bestemd? Hoe gaat het er allemaal aan toe? En wat zal er allemaal worden besproken daar? Oké. De workshop is geschikt voor 100 jongeren van tussen de leeftijd 14 en 18 jaar. Het is een gratis training. En het enige wat je moet doen is jezelf registreren op onze Facebookpage genaamd OTNV. En OTNV staat voor Organizational Transformers NV. Het wordt gehouden op zaterdag 26 oktober te Lalaroek. En eigenlijk hebben we onze registratielimiet al bereikt. Maar dat wil niet zeggen dat we het hierbij houden. We hebben nog andere sustainable gifts die we vanaf november tot het volgend jaar 2020 in de maand maart zullen teruggeven aan de gemeenschap. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor executives en mensen tussen vanaf de 25 en ouder. Ja, en de mensen die deze workshop zullen bijwonen, wat is voor hun eigenlijk de toegevoegde waarde daarna? Dus het onderwerp is Sometimes You Win, Sometimes You Learn. En in het leven heb je goede en slechte ervaringen. En wij willen de focus leggen op de slechte ervaringen die je eigenlijk moet kunnen zien als een levensles, iets dat je eruit kan leren. En tijdens die workshop zullen we dan werken aan die juiste mindset en je persoonlijke ontwikkeling en de vaardigheden. Ja, het is een eendaagse workshop. Jawel. Maar is een eendaagse workshop genoeg om die mindset te kunnen maken? Ja, omdat we tijdens die workshop dan verschillende manieren. Dus door verschillende manieren de jongeren zullen benaderen om zodat de inhoud bij hun blijft zitten. Ja, de mensen kunnen alleen de workshop bijwonen als ze zich geregistreerd hebben? Of jawel. Is er nog een, nee, een omdat, tussenweg ergens? Nee. Ze kunnen zich alleen door te registreren. Het is al aanstaande zaterdag, dus overmorgen. Ja. Hebben jullie nu al aanmeldingen? Hoe gaat het tot nu toe? Dus zoals ik al eerder zei, we hebben onze registratielimiet al bereikt. We hadden voor 100 mensen een plek en die hebben we reeds bereikt. Dus we houden het niet hierbij. We hebben ook nog andere sustainable gifts. We noemen het OTNV Sustainable Gifts. En het zijn niet alleen voor jongeren, maar ook voor executives en adults, 25 en ouder. En ik wil zeggen voor de kijkers die geïnteresseerd zijn, dat ze onze Facebookpage blijven volgen voor verdere updates.
Oké, is er nog iets dat je wil meegeven aan de mensen die zich reeds geregistreerd hebben? Dus jullie zitten vast, zeg je. En is er iets waar ze rekening mee moeten houden als ze komen zaterdag? Ten eerste dat ze op tijd moeten zijn en ja, een leuke dag van maken allemaal. Ja. Maar hebben jullie ook gelet op de mensen die zich hebben geregistreerd? Zijn het allemaal mensen die wel eens te kamp hebben gehad met faalangst en of in een identiteitscrisis zitten? Want dat is waar het eigenlijk om gaat, toch? Mm-hmm. We hebben niet gelet daarop. We hebben gewoon de mensen hun naam laten opgeven. En daaruit kan je eigenlijk al een... opmaken dat er genoeg mensen zijn die met dat soort problemen te kampen hebben. Jawel. Oké. Goed. Ligt het dan in de bedoeling dat dit jaarlijks herhaald zal worden? Ja, dat zullen we zeker jaarlijks doen. Mm-hmm. Dus vandaar ik net zei dat we de mensen die geïnteresseerd zijn uitnodigen om onze Facebookpage optimaal te checken. Dit is de eerste keer in Suriname dat het gedaan wordt? Jawel, dit is de eerste keer in Suriname dat het gedaan wordt. En al zo snel vol? Ja. Dus dat wil zeggen dat de behoefte bestaat? Jawel. Geweldig. Is er tot slot nog iets dat u wilt toevoegen? Onze intern hebben we veel kennis en toegang tot licenties. Dus wij willen hierdoor onze kennis overdragen, we willen kennis delen, we willen relaties met anderen opbouwen en begeleiden. Dus onze uitgangspunt is dat we de jullie hebben een bepaald uitgangspunt eigenlijk om anderen mee te laten genieten van wat jullie kennen of weten. Ja, want als we kinderen, moeders, vaders, managers, leiders, leerkrachten allemaal sterk maken, dan is dat ook een goede bijdrage naar de hele maatschappij toe. Klopt. Prachtig. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel Alison Sonto Wingolo, dat je ons wilde informeren over deze Global Youth Initiatives Workshop. Sometimes you win, sometimes you learn. Krachtig thema, omdat het normale gezegde luidt. Sometimes you win, sometimes you lose. Maar de boodschap die in dit thema wordt gegeven is dus eigenlijk dat je nooit verliest. Want elke ervaring is een levensles waar je verder op kan teren. Jammer, het zit al vol, maar ze heeft dus aangegeven dat je meer informatie op hun Facebookpagina kunt verkrijgen. Hou het in de gaten, want het is altijd goed als je je kunt laten motiveren, als je je kunt laten sterken. We hebben allemaal altijd wel iemand nodig, of wel eens iemand nodig, of een organisatie nodig, die ons die push geeft om verder te gaan.